Hallo, ik ben Silke van 6ST. Door corona kunnen wij voor jullie onze foodbox niet zelf klaarmaken. Hierdoor geven wij de ingrediënten en maak ik voor jullie een instructiefilmpje hoe jullie deze Caesar salad vandaag vegan kunnen maken. Dit houdt dus in dat we alle dierlijke producten moeten vervangen door plantaardige producten. We gaan beginnen met onze salade. Hiervoor hebben we 10 aspergetips nodig. Ik ga vandaag grote asperges gebruiken. Deze moeten dus nog geschild worden. We hebben 130 gram erwtjes nodig. En dan hebben we ook nog 2 Lidl gem kropjes en een handvol boerenkool. Deze hebben we vandaag ook niet ter beschikking. Dus ik ga gewoon een groentemix van sla gebruiken. Als eerste stap gaan we de oven voorverwarmen. Dit doen we voor de kokosbacon die de traditionele kip in een Caesar salad zal vervangen. We gaan de oven voorverwarmen op de hete luchtstand op 180 graden. We gebruiken dan een bakplaat bekleed met bakpapier om onze kokosbacon straks op te leggen. Bij stap 2 gaan we onze groenten blancheren. Dit houdt in dat we ze voor 2 minuutjes in kokend water gaan leggen en daarna zullen laten schrikken in een ijsbad. Hiervoor hebben we een grote pot met water nodig die we aan de kook gaan brengen op het vuur. We gaan hier een klein beetje zout bij doen. Dit zal een lekkere smaak geven aan de groentjes achteraf. Daarna maken we ons ijsbad klaar. Dit doen we door een grote kom te vullen met ijskoud water. Nu is het even wachten tot ons water zal koken. Oké, ons water staat nu hevig te koken, dus we gaan beginnen met onze asperges te blancheren. We nemen alle asperges samen en leggen ze even 2 minuutjes in het hete water. Timer van 2 minuten. We gaan nu onze groenten laten schrikken in het ijskoud waterbad. Oké, die zijn goed geschrokken. Dit proces herhalen we nu ook voor het erwtjes. Terwijl onze erwtjes in het hete water zitten, kunnen we beginnen aan onze ciabatta broodjes. We gaan hiervoor een broodje bakken in de oven. Dit is op hetzelfde graden als we de oven al hebben voorverwarmd voor onze kokosbacon. We gaan dus het brood gewoon, zoals je ziet, heel in de oven leggen en even laten bakken. Oké, onze erwtjes zijn nu klaar om uit het hete waterbad gehaald te worden in ons koude water. Terwijl ons ciabatta brood in de oven zit, gaan wij al verder met de kokosbacon. Deze maken is eigenlijk heel simpel. Je hebt enkel kokosvlokken, kokosolie, sojasaus en ahornsiroop nodig. We gooien eigenlijk al deze ingrediënten samen in een pot en roeren deze goed doorheen, zodat alle kokosvlokken goed bedekt zijn. We gebruiken gewoon een traditionele soeplepel om alles even doorheen te roeren. Wanneer alle kokosvlokken goed bedekt zijn, gaan we deze nu op de bakplaat die we daarnet hebben bekleed met bakpapier uitspreiden, zodat deze even in de oven kunnen bakken. Heel belangrijk is dat je de kokosbacon goed opensmeert en dat je ook af en toe tijdens het bakken in de oven hem eens omslaagt. Anders dan bakt enkel het onderste stuk van de bacon. We gaan dus onze kokosbacon in de oven steken. Dit doen we gewoon bij het ciabatta brood, aangezien deze op dezelfde graden staat. Heel belangrijk is dat je steeds bij de kokosbacon in de keuken blijft, want je moet hem zo vaak mogelijk omscheppen, zodat het zeker niet verbrandt. Voor de volgende stap gaan we onze dressing maken. Dit doen we door eerst... Nee, klopt anders. Ik ga gewoon terug mee beginnen. Doe maar verder. Oké. De volgende stap is de dressing.
Ook deze zullen we veganistisch moeten maken. Hiervoor gaan we eerst onze eigen mayonaise maken. Ik hoor jullie al denken, hoe maak je nu mayonaise zonder eieren? Het is eigenlijk heel simpel. Je begint met 120 ml ongesuikerde sojamelk te doen, samen met appelsiederazijn en een klein beetje citroensap. Zo. Daarbij doe je een klein beetje peper en zout. Dit kan je er achteraf nog extra bij doen, voor moest je de smaak toch nog net iets anders of iets straffer willen. De volgende stap is het mengen van de koolzaadolie met de mix die we nu hier hebben. Dit gaat ervoor zorgen dat we een mooie emulsie gaan krijgen, zoals bij de traditionele mayonaise. We doen dit dan ook met een gewone staafmixer. Ja. Wanneer we de olie gaan mixen met ons mix hier, doen we dit door de olie in een zachte straal op een gelijk tempo steeds erbij te doen. De mixer gaan we zachtjes op en neer gebruiken, zodat alle olie gemixt wordt met onze sojamelk hier. De mayonaise is nu gemixt. Geen stress, het is normaal als deze niet dezelfde structuur heeft als een normale mayonaise. Dit is natuurlijk omdat we niet de traditionele ingrediënten gebruiken. De mayonaise gaan we nu gebruiken als basis voor eigenlijk de dressing. Daarvoor gaan we een teeltje knoflook snijden en pellen. En we gaan deze dan in een knoflookperser persen. Wanneer je dit niet thuis hebt, is dit nu niet het ergste. Je kan ook gewoon de knoflook in kleine stukjes snijden. Dit zal gewoon voor een iets straffere knoflooksmaak zorgen. Je neemt dus een klein potje waarin je deze knoflook kan persen. Zo. Dan neem je twee grote eetlepels van de mayonaise die we net hebben gemaakt. De rest van de mayonaise kan je eigenlijk ook gewoon gebruiken als wat je met normale mayonaise zou doen. Zo. Dan nemen we een klein theelepeltje kappertjes. Deze zorgen voor een iets zuurdere smaak aan de dressing. Zo. We gaan deze kappertjes eerst in kleine stukjes snijden, zodat ze niet, wanneer je ze in de mond krijgt, niet ineens een straffe smaak geven. Je snijdt deze gewoon in kleine schijfjes, zo klein mogelijk, en verdeelt ze dan in de dressing. Zo. Het volgende dat we gaan toevoegen is eigenlijk iets speciaals. Het noemt edelgistvlokken en dit zal eigenlijk de kaas, de Parmezaanse kaas, in onze Caesar salad, die een straffe smaak heeft, vervangen. Het is een inactieve gist en hij is ook lactosevrij, suikervrij, glutenvrij en hij is heel gezond. Die gaat er gewoon zo bij. En dan roeren we het geheel eens goed doorheen. Zo. Nu is het tijd om eigenlijk eens te proeven van onze dressing. Zo kunnen we zien of we er in sommige gevallen nog wat extra citroen bij wilt. Of nog wat extra zout en peper. Dat kan dan naar eigen smaak. En dan is onze dressing voor onze Caesar salad eigenlijk klaar. Oké, dus onze dressing is nu klaar. We gaan dus nu verder met ons ciabatta brood, dat ondertussen uit de oven mag. En terwijl ik dit doe, zie ik eigenlijk ook dat de kokosbacon al klaar is. Dus deze mag ook uit de oven. We zien dus dat onze kokosbacon een duidelijk bruine kleur heeft gekregen van in de oven te staan. En dit is ook wat we eigenlijk willen.
Want zo geeft dat echt een goede kipsmaak. We gaan dus nu ons brood in schijven snijden. Een handige tip is om je brood langs de zijkanten te draaien, zodat je het niet plat drukt en dat je een goed stukje brood overhoudt. Je kan eigenlijk zelf kiezen hoe dik en hoe groot je stukken wilt. Je neemt ze wel best niet te dik, want dan gaan ze niet mooi grillen wanneer we ze diep in de pan gaan bakken. We gaan dus onze sneetjes nu bakken. Wij gaan dat doen in een beetje olijfolie op een grillpan. Als je dit niet hebt, is dat geen probleem en kan je deze ook gewoon bakken in een normale pan. Die grillpan zorgt er alleen voor dat je echt de lijnen krijgt in de broodjes, wat dat ook natuurlijk het lekkerste is. Oké, we gaan dus nu ons olijfolie in de pan doen en daarna een beetje verdelen. Dit kan met zo'n borsteltje dat ik vast heb, maar kan ook met een stukje keukenrol of gewoon door de pan te bewegen in alle richtingen. Zo. Ik heb de pan nu op een vuurtje gezet, zodat de pan eerst niet meteen te warm ging worden. Maar nu ga ik hem een beetje harder zetten, zodat het, echt wel, het brood echt wel goed bakt. We nemen dus nu enkele sneetjes en we leggen die gewoon in de pan. Ik leg ze een beetje schuin, omdat ik dan zobiet echt een mooi ruitjespatroon kan hebben op onze broodjes. En nu is het gewoon even wachten tot ze gebakken zijn. Na enkele minuten gaan we nu onze broodjes omdraaien. Zo zie je dus dat we hier het mooie grillpatroon van de pan in staan hebben. Onze Caesar salad is bijna ten einde. We gaan nu onze ciabatta broodjes nog even snel in kleine reepjes snijden. I cannot with this shit. Alles voor onze Caesar salad is nu klaar. We gaan nog snel even onze sla wassen. Zo. En nu gaan we beginnen met het dresseren van onze salade. De bedoeling is eigenlijk, dat is toch het mooiste, dat we heel hard omhoog gaan werken met onze salade en dus niet het gaan uitspreiden over het hele bord. We beginnen met onze gewone slamix en we maken dus een torentje van onze sla. Zo. Daarna leggen we onze asperges. Je kunt eigenlijk zelf kiezen hoeveel asperges dat je erop wilt leggen. Zo. Daarna gooien we er wat erwtjes bovenop. De bedoeling van een Caesar salad is eigenlijk niet dat het een structureel bord is, maar eerder gewoon alles mooi op elkaar gesmeten, zodat we alle ingrediënten in één keer kunnen binnenspelen. Daarna gaan we er een beetje van onze kokosbacon op leggen. Deze komt net uit de oven. Zoals je ziet heeft deze een mooie bruine kleur. En er zullen wat stukjes aan elkaar plakken, dus je kan er echt wel bacon van maken door wat stukken erop te leggen gewoon. Zo. Daarna gaan we onze dressing erop leggen. Hier mag zeker genoeg van, want deze geeft echt wel de Caesar salad smaak van de originele salade. Zo. En dan daarna verdelen we onze in de olijf gebakken ciabatta broodjes ook over onze salade. Om alles af te werken gaan we ook nog een beetje dille bij doen. Deze geeft nog niet super veel smaak, maar het geeft toch nog net die extra Caesar salad smaak.
dat we nu niet vanzelf krijgen doordat we allemaal plantaardige producten gebruiken. Zo, en dan zijn we klaar. Als je nu zelf het gevoel hebt dat je toch net iets pittiger wilt, kan je er altijd nog wat extra peper of extra zout of een beetje extra citroensap op doen. Dat is eigenlijk allemaal een beetje naar eigen smaak. Zo, en zo is ook onze Caesar salad van vandaag afgewerkt. Smakelijk!